Kijkers, het lijkt hier wel te spoken. Maar niet bang zijn hoor, want ik ben de mol op het spoor. En ik bestraf hem vandaag met heel veel mollenstreken. Ha! Oh, gelukkig, ik ben het zelf. Nou, het is weer tijd om op zoek te gaan naar het antwoord op die ene vraag. Wie is de mol? Oh, snel naar de studio. Oh, gelukkig. Ik ben helemaal veilig in de studio. Maar welkom bij een nieuwe aflevering van Mollenstreken. Hebben jullie Wiese mol gezien? Hij was heel erg spannend met dat spookhuis. Nou, hier komt een kleine samenvatting. Ik heb hier ook Koos de Voen en hij oont een restaurant. Staat hij er bij jullie op? Nee, staat er niet op. Oh mijn god. S is 3 kort. Ja. Slink. Ik kies voor de jood. Maak je klaar voor de test. Nee. Oh. Oh. Tja, geen test, geen afvaller. Het slechte nieuws is, hier komen we geen steek mee verder. Maar het goede nieuws is, er hoeft niemand naar huis. Joehoe! Nou, we gaan door met... Wat gebeurt hier nou allemaal? Nou, u bent bezoek. Oké, Sjoerd. Oh, u mag hier zitten. Ja, wat voor beroep doet u? Mollenfluisteraar. Oh, dan mag u hier zitten. En meneer, u mag wel hier zitten. En ja, hier. En hier. Ga allemaal maar snel zitten. Want het is tijd voor mijn diepgravende analyse over opdracht 1. In een bijzondere kerk in Zuid-Afrika nemen alle bezoekers hun eigen stoel mee van thuis. Wel zo handig toch? Aan Jurre en Anke de taak om alle kerkgangers goed te omschrijven. Ze maken sokjes voor mini-katjes. Cat lady. Zodat Ranomi en Daniel ze op precies de goede plek konden zetten. Oh, zo fout. Deze stoelendans werd een chaos. Horen jullie mij? Hallo? Van de 20 mensen in de kerk zaten er maar 7 goed. 700 euro verdiend. Was deze opdracht nou echt zo moeilijk? Of deed gewoon niet iedereen zijn best? Kijk, ik heb even meegeteld. Van de 7 kerkgangers die goed zaten, waren er 5 omschreven door Anke. Dat verdient wel een applausje. En hoeveel had Jurre goed? Eentje maar. Jurre gaf vooral vage informatie waar Daniel en Ranomi niks aan hadden. Koos de Voen en hij oont een restaurant. Staat hij er bij jullie op? Nee. Nee, staat er niet op. Een butcher. Okay. Ik heb hier nog een butcher die heet Nippenas. Nee, we zien geen butcher. Okay, Jurre, er komt iets jouw kant op. Het is rond en grijs en een beetje mollig. Snappie? Mollenstreek. Nou, toen dacht ik bingo. Op naar de volgende. We want more! We want more! We want more! Wat? Jullie vinden 1 mollenstreek niet genoeg? Ja, dat snap ik. Hij had er ook maar 1 goed natuurlijk. Dat is best weinig. Maar laten we even kijken wat Jure wel aan het doen was. Heb je al mensen? Goede mensen? Ja, ik heb echt al. Ja. Oh, ik nog helemaal niemand. Gewoon baan vragen, naam vragen. Oké, schoolteacher Claire. Hebben jullie die... Oh, nee. You've already been asked, yes. Right? We praten te veel door elkaar. Denk je dat we het goed doen? Nee, ik denk het wel. Hoeveel mensen heb je al op de lijst? Hallo. Chaos. Een ander woord heb ik er niet voor. Mollenstreek. Oké, ik geef toe. Het omschrijven van die kerkgangers was best moeilijk. Maar eentje vond ik super goed gelukt. Namelijk de painter. Oké, ik heb hier een man, dat is een painter. Dat is een man met een spencertje aan, beige en een blauwe ruitjesbroek. En die man die komt er nu aan, een hele grote beer van een vent. Thank you so much. Oké, yes! Painter, artist, een beer van een vent. Check! Dit kan niet meer misgaan. Laat hem maar binnenkomen.
Can you sit here? Staat niet op de lijst, over. Serieus? Man. Het is niet alsof daar nog veel meer beren rondliepen. Nou, een molle streek voor Ranomi en Daniel. Ja, je weet het. Jij krijgt er ook een. Ja. Er is mij nog wat opgevallen. Kijk, op het bord met de omschrijvingen van de kerkganger staat... Marley, geel, S, ik denk van shirt, met witte broek. Maar niemand ziet er zo uit. Kijk! Maar wie ziet er wel zo uit? Jurre! Ja, ik weet het. Dit is erg verdacht. Knap gevonden, hè? Een beetje te griezelen. Ik haat het, jongens. In een creepy spookhuis kregen Anke, Zoe en Nabil spooky opdrachten van spook Katie. Oh mijn god. Het doel was om portretten en lichtknoppen te vinden. We gaan nu het knopje omduwen. Dit was nodig voor de groep buiten, want die moesten de taal van het licht ontcijferen. Kort, lang is de J. Ja. Morsecode dus. Om 6 codewoorden te kraken. Kort, lang, kort. Slim. En de sleutel te vinden. Oké, let's go. Nou, gelukkig spookt het hier niet. Deze opdracht ging eigenlijk best goed in ieder geval binnen. Daar werden de portretten en de sleutels gevonden. Maar buiten, daar ging het mis. Door de morsecode op te lossen, kreeg je 6 woorden. 6 karaktereigenschappen. Voor iedereen eentje. Nabil en Zoe zijn eerlijk. Vraagteken. Daniel is sluw. Jurre is slim. En Anke is slinks. En Ranomi dan? Klein. Is dat een karaktereigenschap? Nee. Nee, hè? Het is ook niet goed. Nee. Klein? Nee, natuurlijk ben je niet klein. Ik heb even opgezocht, hoor. Maar Ranomi is 1,79 meter. Dit is geen kleine, maar een hele grote mollenstreek. Wie heeft dit verzonnen? La Veggie, minuut 43. Oké, Regie, minuut 43, please. Kort. Nee, lang, sorry. Enter. Dat was hem, denk ik. Klein. Klein. Wacht ervoor. LK, lang, kort. Klein. Oké, okay. Dus wel uit. Betrapt! Maar was het Jurre die de code verkeerd opschreef? Of was het Daniel die het niet lukte om de code te kraken? Wow, morsen. 2, 1. Ja, mollen A. Ik snap hem al. 2 mollenstreken. Eentje voor Jurre en eentje voor Daniel. Deze opdracht heette verschijning. Nou, zit daar nog een hint in? Ik vind Anke wel een knappe verschijning. Maar of dat nou echt een hint is, dat weet ik niet. Maar ja, het is tijd voor de kistjes met geld. Maar toen gebeurde er dit. Zoe en Nabil hebben 4750 euro uit de pot verdeeld over 4 kistjes. Ranomi had het verkeerde codewoord, dus zij mogen niet meedoen. Haar geld was al weg. Wie heeft mij dit geflikt? Jurre, Anke en Daniel moesten kiezen tussen 2 enveloppen. Die met het euroteken of die met de joker. Kies voor de pot, want dan is het 2500 euro. Maar waren Zoe en Nabil wel eerlijk? Daniel koos geld, Jurre koos een joker. En Anke ook een joker. Duizenden euro's uit de pot. Ouch. Nou ja, Jurre. Ik dacht dat jij deze aflevering geld binnen wilde harken. Waarom kies jij dan voor de joker? Dit is overduidelijk een mollenstreek. En Anke
Hetzelfde geldt voor jou. Ik weet dat Jure je een beetje aan het stoken was. Maar zo'n sterke vrouw als jij laat je daardoor toch niet sturen. Of een mollenstreek of een zak snoep. Wat zal ik kiezen? Ik kies voor een zak snoep. Lekker. Oh, hier zit toch een mollenstreek in. Die hoef ik niet. Jij mag hem hebben, Anke. Betrouwbare Zooi was niet echt overtuigend, hè? Allebei de enveloppen met geld zijn niet gekozen. En dat terwijl hij nog zo'n goed advies kreeg van Nabil. Bij Anke zou ik dat geld in de joker-envelop stoppen. Zodat ze denkt, hij is mij aan het naaien, ik ga naar de joker-envelop. Denk je dat, ja? En dat dan niet doen? Dit spant echt de Zooi-kroon, mollenstreek. Tijd voor Mollepot! Ja, ik heb er ook heel veel zin in. De beste theorie, hint of vraag wint de La Petsy. En deze week is hij voor Tico 9 en Stef 7. Hela Vetsy, onder ieder portret staat ik ben puntje, puntje, puntje. Ik ben betekent in het Spaans Zooi. En de drie puntjes, mol, ja, even kijken. Het klopt helemaal. Staat er nu eigenlijk Zooi, mol? Dit is echt heel erg verdacht. Deze La Petsy komt jouw kant op. Zo, dat waren alle mollenstreken alweer. Dus dan is het nu tijd om ze bij de vorige weken op te tellen. Wat is de tussenstand van mijn mollenbord? Jure heeft gewoon al een elftal aan mollenstreken. Maar vergeet Zooi niet, hij heeft er ook al 8. En als jij meedoet aan de Wie is de Mol app, dan denk ik dat Zooi of Jure wel een veilige keuze is. Dit was dan alweer de 5e aflevering van mollenstreken. Ik geloof dat ik moet opschieten. Nou, volgende week zijn we weer bijna. Gaan we weer op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Wie is de mol?